And rockets away! Oof. There we go. Okay, one's down. Oh, fuck. Drag supplies up. Yo mensen, tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij, Joey aka Killer Jay. Vandaag zijn we terug op GTA Online en we gaan vandaag nieuwe supplies stelen. En ja, hoe dat gaat, dat weet ik natuurlijk nog niet, want we moeten nog gaan beginnen. Maar voordat we beginnen met elke episode, hebben we natuurlijk eerst altijd de shoutout. En die kun je krijgen door middel van even te abonneren, op het belletje te drukken, de video te liken en dan even in de comments vertellen dat je dat hebt gedaan. En wie weet kom jij dan in de volgende video groot met je naam in beeld. En de shoutout van vandaag gaat naar Rishano Bagalu. Ik hoop dat ik het goed zeg. Joey, ik ben geabonneerd en heb die belletje en heb een vraag. Wanneer komt de Nederlandse politie weer met de T6? Shoutout gaat vandaag naar jou. En wanneer de politie weer komt met de T6? Ik heb de T6 nog niet in de game. Dus de T5 wel. De T6 die komt binnenkort erin gezet, hopelijk. En dan komt er vanzelf wel een keer de surveillance met de T6. Hopelijk heb ik je vraag zo goed beantwoord. En tof dat je even hebt geabonneerd en op belletje hebt gedrukt. Ook wil ik jullie even vragen om mij op Instagram en Snapchat te volgen. Via deze namen. Gewoon @killerjnl en @killerjnl. En weet je wat? Ik doe even mijn QR-code zo in beeld. Zo. Poep. Ik kan hem nou even scannen. Druk even pauze. Scan die QR-code. En oh. Ik sloeg mijn mic. Maar volg me daar even. Dat zou ik super chill vinden. En dan kunnen we nou beginnen. En ik zou vandaag met iemand opnemen. Alleen volgens mij ligt hij nog te slapen. Dus laten we even gaan kijken of die hier misschien... Daan? 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 Oh ja, goedemorgen. Yo, we hebben een missie te doen, man. We moeten nieuwe supplies halen. Kijk, kun je de stok niet zien of zo? We zijn bijna leeg. Ja, maar ik kom eraan, Wat zie jij er verschrikkelijk uit? Ja, holy shit. Een masker op doen. Doe maar snel je masker op. Oké, even kijken hoor. We moeten even naar de laptop. Dan gaan we even nieuwe supplies stelen. Want ja, we kunnen ze natuurlijk ook kopen. Daar hebben we wel geld voor. Maar dat is natuurlijk niet leuk. We willen ze stelen. Hopelijk krijgen we een vette missie. Dat we ze van een Meriwether locatie moeten stelen. Of van een andere locatie. Dus laten we gaan resupplyen. En natuurlijk steal de supplies doen. En het leuke aan het stelen is natuurlijk ook dat je last krijgt van de mensen die in de lobby zitten. Die je proberen tegen te houden. En zullen we met mijn auto gaan? Ik heb net een nieuwe auto namelijk. Deze gekke oranje auto. Oké, waar moeten we naartoe, Agent 14? Want ik heb totaal niet geluisterd. Finewood, water and power. Oké, en heb jij gehoord wat Agent 14 zei? Of, Nee, maar we moeten ze maar uitschakelen. Oké, nou ja, het zal wel. We gaan gewoon die kant uit. En we gaan zien wat er gaat gebeuren. Oké, mensen, we zijn bijna aangekomen op de locatie waar we moeten zijn. En dat is hier zo. En we rijden er even snel voorbij zo. En ik zie dat er heel veel vijanden zijn. Holy shit, Daan. Zag je dat? Heel veel. En ja, ook gewoon echt best wel gevaarlijk, hè. En even kijken. Eliminate the rival operation. Gaan we hier naar binnen? Ik weet niet. Aan dat we naar binnen moeten? Ja, ik denk het ook. Maar ik denk niet via hier. Niet hier, nee. Volgens mij daarvoor met die hele dikke truck, weet je wel? Wat een truck ga je. We hebben nog 30 minuten, dus op 28 minuten. Ja, ik denk dat we sowieso even met RPG moeten. Ja. Dus als je even naar de overkant rijdt, dan pakken we gewoon onze launchers. En dan gaan we ze eerst gewoon even beschieten. Zodat die fucking truck met die fucking 50 cal erbovenop. Want als we hiervoor gaan staan, dan zijn we zo kapot. Kijk maar. Ik weet niet of ze al weten dat wij vijandelijk zijn. Maar die 50 cal, die moet als eerste even... Kunnen we een pak met een RPG beschieten? Oh, oké. Dat vind ik goed. Ben je al dood? Ja. Oh my god, ben je gerespawned dood? Ja. Oké, nice. Ik kom snel weer hierheen. Ik ben er volop in gevecht. Ik heb alleen maar een hondenlopje. Ja, maakt ook alleen je RPG, hij schoot je gelijk door je kop. Ja. Oh my god. Één kogel en weg. Nou, we moeten hier naar binnen. Oké, ik ben langzamerhand naar binnen aan het gaan. Ja, ik ga met je mee. Oh my god. Oh shit. Oh, sorry. Nee, je steekt. Oh fuck, sta de fik. Die kant moet je niet... Aan die kant moet je niet leunen. Ik maak even die helikopter kapot. Oké, okay, nice. Dat ging niet goed. Nog een keer. Die is kapot. Oké. Laten we binnen gaan. Oh my god. Rechts heel veel mensen. Je kunt hier schuilen bij het huisje. Oh, de camera. Die is zinkt opeens. Oké, okay, lekker. Okay. Reloading. Ja. Oké, let's go. Oh, ik word hard gehaat. Gehit. Oh my god, ik krijg hier spraakgebrek van, jongens. Ik moet te veel concentreren houden. Dat is niet goed. Oké, we moeten al die dingen opblazen volgens mij, die pakketjes. Ja.
Opblazen of niet? Opblazen. We moeten de rival operation destroyen. Oh shit, blaas ik kill die op. Mensen wel als jij die... Ja, ik blies mezelf op. Oeps. Suicidal. Oh mijn god. Oké, okay, kom eraan hoor, kom eraan. Hou het bezig, hou het bezig. Zit ook helis in de lucht volgens mij. Ja, nu het zegt. Kut, inderdaad. Ja, even die piloot neerschieten en dan zijn lekker, ze lekker, weg. Lekker. Kijk, ik las deze even op. Hij gaat al down, hij gaat al down. Even kijken hoor. Wel op de nou, nog één pakketje. Kijk hoor, hier zit een pijltje bij. Ik heb dit net opgeblazen. Oh, wat? 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 Je kan niet door hekken heen schieten. Nee, maar ik stond op een pijltje en dat pijltje ontploft terwijl er niks was. Zagen jullie dat, mensen? Holy shit. Dat is echt niet normaal. Er klopt niks van. Ik zeg het niet, maar. What the fuck? Ja, ik zweer het, hè. Ik blies zeg maar. Ik blies dat pakketje op. Kijk uit. Daar is je bom. Oh ja. Ik zei nog zo. Ik zei nog zo. Naast je bom. Ja. Oké, nou, ik ga je nog even snel door met opblazen. Ik vind het raar dat we niks hoeven mee te nemen. Het is toch supply stelen, of niet? Ja, ik dacht ook al, man. Apparently niet. Nou ja, we maken ze wel kapot, joh. Dat was best wel veel, dat wel. Ja, maar ik vind het raar. Kijk hier. Good job, people. You annihilated the... I've uploaded the location of the supplies. Oh, nou moeten we de supplies ophalen. Oh, oké. Okay. Dus we moesten eerst... Oh, oké, okay, ja. Oké, eerst hun operatie destroyen en dan gewoon nu nog nieuwe supplies halen ofzo. Trouwens, ik vind het raar, hè. Want je kunt zeg maar in je bunker allemaal security doen en zo. Maar, kun je dan ook andere bunkers later misschien overvallen ofzo? Dat vraag ik me af, weet je. Zou dat komen? Dus dat komt in de laatste update. Ik zet een waypointje. There we go. Ja. Dus neem ik even een slokje G-Fuel. Niet gesponsord, ik weet het, maar het is gewoon lekker. Dus ik, helaas, nog geef jullie gewoon tips. Geef jullie gewoon tips. Watch a melon, you know? Eigenlijk werkt veel te goed. Maar ik moet daar gewoon geld voor vragen. Ja. Ja, dat doen we niet, want we zijn niet gierig hier. We zijn niet gierig bij killetje. We zijn er al niet. Ik heb zo'n idee. Zag je die drift? Ja, gekke drift. Ik heb zo'n idee dat we dit busje moeten. Ja, ik denk het ook. Nu moeten we terug naar de bunker. Let's go! Nou, dat was niet veel te moeilijk. Let's go! Guarantee Fortegas is farmed from humans by humans. What the fuck? Het is gewoon scheetgas. Fartgas. Oké, ik hou mijn duim weer bezig. Hou jij je bezig met het overleven? Oh, een stuk bombs. Ja, die auto is dood. Nou ja, daar ben ik ook mee bezig, jongen, Daan. Ja. Maak je maar niet druk, oké? Okay? Ik blaas de mensen wel op als jij gewoon ervoor zorgt dat wij rustig terugkomen bij die fucking bunker. Want we hebben nu ook een global signal, dus ook players in deze map die kunnen ons nu gaan aanvallen en zo. Weet je niet? Nee, daar heb ik ook niet zoveel zin in, maar dat kan nu gewoon, dus Ja. Maar goed, die wil dan nou weer een busje met de Portugees aanvallen. Nou, blijkbaar veel mensen. Holy shit, hè. Er zaten 5 auto's achter ons aan en zo. Ze werden allemaal het scheetgas. Oh. Nee, Daan. Nee, gaat goed. Oh. There we go. Fuck you, boy! You just got blown up! Yeah. You just got blown up. Oké, maar eerste missie. Even terugdenken. Oh shit. Nog niet. Nee. Maar oké, maar qua de operatie zelf, hoe vond je het gaan? Ja, iets te vaak dood, denk ik. Toch wel. Ik denk volgende missie dat we iets... Het was wel een beetje jammer dat ik direct heb neergeschoten, maar buiten dat ging het volgens mij wel redelijk. Redelijk. Kom beter, maar... There we go. Ik blaas die gas gewoon op vanaf 150.000 meter afstand. Kan gewoon. En op naar de volgende missie, want volgens mij, als Daan dit niet verpest in de laatste 3 seconden, hebben we de eerste missie gehaald. There we go.
En misschien kunnen we dan ook nog wel een leuke, hoe heet dat, een leuke echte missie eraan vastplakken. Want dit zijn natuurlijk gewoon de supply missies. Maar je hebt natuurlijk ook echt de echte missies. Ja, waar we dingen moeten doen. Ja. Maar dat zien we zo. Oké, mensen, nieuwe missie. Volgens mij moeten we een vliegtuig stoppen. Volgens mij is dat het ding. Dus we moeten heel snel even kijken waar we heen moeten. Naar dat kleine kutvliegveldje, daar in de buurt, weet je wel. Kan ik nooit goed gaan. Daan. We kunnen ook een helikopter bestellen als je dat fijner vindt. Weet je? Dat kan allemaal, hè? Dat kan. Maar in ieder geval, we moeten naar een plekje, naar een pier bij de lake. En dan moeten we volgens mij een vliegtuig uit de lucht schieten. Die dan in de lake valt. Volgens mij hoorde ik zoiets van Agent 14. Dus wij gaan er nu snel heen. En als we daar zijn, zien we wat de echte missie is natuurlijk. Dus ja, want we luisteren nooit naar Agent 14. Oké, mensen, we zijn bijna aanwezig. En ik zie heel veel helikoptertjes, volgens mij. Take out the helicopters. En elke helikopter heeft... Oh my god, ze zit al boven ons, Stop, stop de auto, stop de auto. Oh, oh nee. Ik dacht dat je zo met mij eraf reed, jongen. Terwijl ik net uitstapte. Oké, kunnen we vanaf hier lokken? Kijk, maar die ook niet. Oh my god. Dit is heel kut. Dit is heel kut, Daan. Ze gaan allemaal weg. Oh, shit. Ik zeg legerbasis, jet. Of niet? Ja. Is dat een goede optie, denk je? Wacht, ik ben een helikopter. Kan ik dat via hier doen? CO abilities. En dan drop armor. Bribe authority. Nee. Ghost organization. Buzzard. CO vehicles, there we go. En dan moeten we even... De buzzards. Ja, en die staat... Oh, jawel. Die staat er gewoon tussen. Oké, nice. Nice, achter ons. Nice. Ik vlieg! Ja. Ik ga al... Oh nee, wacht, dat heeft geen kunnen. Ik ga achterin zitten, zodat ik ook nog een beetje kan schieten. Als ik ga proberen achterin zitten, ja. Oké, nice. Here we go, mensen! Dit is het handige aan CEO zijn, weet je. Alles wordt voor je geregeld. Gewoon in één keer een dikke buzzard achter je. Wordt gewoon neergezet. Uit het niets. Oh, we hadden beter in het begin, toen je zei, teamen die helikopter aanbood. Ja, maar ja, toen zei je van, nee, hoeft niet, weet je, want ik ben Daan. Ik ben fucking cool. Ja. Oké, kijk, we hebben nog 26 minuten, dus op zich kan dit nog wel lukken. Maar het wordt wel even een heftige achtervolging. Oh. Niet te laag, hè? Nee, niet te laag. Laag mag, maar niet te laag. Even kijken hoor, zie jij, volgens mij vliegt hij fucking ver voor ons trouwens. Zie je dat kleine kutstipje daar boven die berg? Dat is hem toch? Ja, inderdaad. Oh my god. Waarom hebben wij dit weer, mensen? Waarom kan het nooit een keertje makkelijk zijn in GTA Online? Waarom moet het altijd lastig zijn? Here we go. Oh, in de buurt. Ik maak allemaal rare geluiden. Hallo? And rockets away! Yeah. Here we go. Oké, one's down. Oh, fuck. Direct supplies ook. Ja, we moeten die supplies pakken. Netjes. Ja. Oké, very nice. Oké, de eerste supplies zijn binnen. Op naar de volgende heli. Ja. Ik hoop niet dat elke heli supplies erop, want dan moeten we twee vluchten maken. Nee, dat zal best wel kut zijn. Dat zal echt best wel kut zijn. Oh, we moeten nu direct naar de bunker. Hoezo? Nou, kijk maar. We lukken de supplies te de bunker. Dat heb je dat niet. Nee? Oh, nou dan. Nee, dat staat alleen bij jou. Waarschijnlijk omdat je supplies in je broekzak hebt. Ja, denk ik ook. Oké, we gaan nou naar deze. Die vliegt boven de stad. Dat is een stukje gevaarlijk, hè? Oh, fuck. We hebben wel global signal. Dat is dan wel weer kut. Bombs away! Deze dropt niks. Nee. Oké, op naar de volgende. Kijken of die wel wat dropt. Dat laten we hopen van wel, natuurlijk. Maar dat scheelt ons weer, hè? Dan hoeven we ze niet allemaal op te blazen. Dat is dan wel weer nice. Yes. Dat is dan zeer nice. Ja. Oké. Oh, hij vliegt daar toch rechts van ons. Je moet een beetje helpen spotten, hè, Daan. Anders kan ik ze niet vinden. Ja, voor ons. Easy.
Oh my god. Hoe konden we alles missen? Hoe konden we alles missen? Het zijn toch heat seeking rockets? Wat? Nee. Nou, je bent niet gelokt, hè? Jawel. There we go. Ik heb zo'n idee dat er helikopters aankomen die ons wat willen aandoen. Ja, kutzooi. Inderdaad. Zal ik vliegen? Nou... Ja, jij moet die supply pakken nu. Want ik heb er alleen. Go, go, go! Nee, ik schiet mijn fouten lucht. Oké. Oh, oké. Okay. Nee, Daan! Uh-oh. Die supply ligt verkocht. Oh, dit is mijn supply. Kom eraan. Uh-oh. Ik wacht hier. Ja, ik ben nu de berg aan het oprennen. Oprennen? Hoe lang gaat die duren? Oh my god! We need that lift off, man. Er komen weer nieuwe heli's aan. Ja, inderdaad. Uh-oh. Ik ga even snel een flyby doen, oké? Heb je een rocket launcher of zo? Heatseeking? Lekker, lekker. Maar ik ben wel weer dood. Oh nee. Maar ik ben weer dicht. Stop, allemaal goed. Daan, snel. Rennen voor de shit. Ja. Rennen voor je leven, Daan! Ja. Oh my god. Kom op, sneller. Daan, er komen weer twee heli's aan. Daan, ja, ik weet het. Go, ik in weet die heli, het. Nu! Ik weet het. Ik wil weg van hier. Oh my god. Oh, oh. Oh shit. Oh fuck. Zal ik eens kijken of ik dat probeer te snipen? Ja, probeer het maar. Oh my god. Oh my god, we worden geraakt. Oh my god, grote kans dat we down gaan zo, hè. Uh-oh. Oh. Ik had even zicht op de cockpit, maar... Ik heb geen controle meer. SOS, nee, grapje. Nee, de koppervlug gaat fout. Ben ik al teleurgesteld en je weet dat het mede is. Oké, okay, staat er iemand op de bunker? Kun je dat zien op de map? Soms staan ze daar met RPG's en zo, weet je. Fucking irritant. Looks clear. Nee, zit iemand. Fuck. Uh-oh. Nee, het is niet. Zo, there we go. Holy shit, ouwe. Oh. Hoe hebben we dat gemaakt? Oh nee, wacht, er zijn nog helikopters. There we go. Yes, ik heb hem uit. Dat was een close call. Oh my god. Ik zag hem staan, weet je. Ik denk, ja. Ik zit gewoon gelijk. Ja. Ik ga niet eens afwachten wat hij gaat typen, weet je. Misschien zegt hij zo van... Nee. Ik ben friendly, maar ik kan niet op wachten, man. Sorry als je friendly was, maar je moest dood. In dit geval. Video kijkt. Oh mijn god. ja, zullen we hem hier gaan eindigen? Want we zijn alweer bijna een half uur aan het opnemen. Nu alweer? Ja. Dus dan kunnen we nog wel een video doen en dan doen we die gewoon later tijdstip. Ja? Vind ik goed. Oké. Dan wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem nou vet? Vergeet dan niet even een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet ook niet even te abonneren. Vergeet niet op die like-knop te drukken. Druk op het belletje, zet dan in de reacties. En dan misschien krijg je een shout-out in de volgende video. Check nog even de video's die je nou in beeld ziet. Die en die. En dan check ik jullie allemaal weer bij de volgende video. Allemaal bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Oh ja, volg me even op Snapchat en Instagram. Laters.